Van harte welkom bij Werktrends Live, hier vanaf Rico Open in Rosmalen. Bij mij aan tafel, Sheng Schalke. Sheng, van harte welkom. Laten we even beginnen met de actualiteit, hè? De Kiki Bertens. Vorige week, Roland Garros. Prachtig resultaat. 24 jaar is hij volgens mij nu. En als ik mijn research een beetje goed heb gedaan, was één van jouw hoogtepunten 2002. US Open, volgens mij. Toen was jij 2 jaar ouder, hè? 26 of zo was je toen. Ik was toen ietsje ouder, ja. Dus 25, 26 waren mijn topjaren. Precies. Ja. Weet jij een beetje wat zij doormaken nu dan? Ik denk dat er een hoop op haar afkomt, want het komt heel erg uit de lucht vallen, hè, zo'n prachtig resultaat. Ja. Komt het uit de lucht vallen? Nou, niet helemaal, want je ziet natuurlijk dat de week daarvoor had ze al een toernooi gewonnen. Dat is natuurlijk niet niks, hè? Dus een Grand Prix gewonnen. Ze heeft al een keertje vierde ronde Roland Garros gehaald. Dus je kan goed spelen op Roland Garros en had zo'n kansen om kwartfinale te halen. Ja. En dat ging toen net mis. Ja. En je ziet nu hoe goed ze is. Ze is ook erg afgetraind. Ja. Ze speelt enorm goed en zelfs met de blessure in de kuit. Had ze nog zelfs nog kansen tegen Serena Williams. Dus, ja, wat heet, had hem zomaar kunnen worden, hè? Ja, als ze echt helemaal fit was geweest, dan... Is dat dan ook echt de enige aanwijzbare reden dat ze niet heeft gered? Of bestaat er ook zoiets als lot in de sport? Dat het dubbeltje net de goede kant op valt of zo? Er bestaat altijd lot, maar je kunt met sport wel hard werken en door een muur heen. Dus, ja, precies. Want hoe technisch is tennis geworden? Want waar las ik dat nou ergens over bepaalde technologie, Hawkeye of zo, van alle, waar je echt alles technologisch kan analyseren en hoeveel stapjes je neemt en hoe is daar een rol van technologie in tennis? Ja, ik denk voor de toeschouwer wel. Dus voor de toeschouwer is het aangenamer, want je kunt dus met Hawkeye haal je de fouten van de scheidsrechter eruit. Ja. Je hebt een leuk moment dat iedereen gaat kijken van is die bal nou echt in of uit? Ja. Maar het tennis zelf, dat is gewoon een gevecht. 1 tegen 1, man tegen man, vrouw tegen vrouw. Met een racket en een bal. En daar wint niet altijd de beste, maar mentaal sterk. Je moet op de juiste momenten de juiste dingen doen. Dus er komt een hoop bij kijken, strategie. Ja. Mis jij die wereld nog eigenlijk? Als je terugdenkt aan de tijd dat je aan de top opereerde? Ik mis het eigenlijk niet, nee. Want het was geen gezelligheid, hè. Het was... Nee? Als je in de top meedraait, dan wil je die prestaties neerzetten. Dus ik was zelf, dan leef je 100% voor de sport. Dat is sacrifice, dat is opoffering. Dus dat was niet alleen voor mij, maar ook voor de mensen vlak naast me. Dus, want het mes lag altijd op tafel, het was bikkelen, niet altijd even gezellig. Dus je ziet waarom doe je het dan? Ja, voor de halve finale US Open tegen Pete Sampras, daar doe je het voor. Ja. En de kwartfinale op Wimbledon en dat soort... soms dreef dat ook wel eens door. Dus, ik heb wel eens in Stockholm het toernooi gewonnen. En toen moest ik naar Parijs. En toen kon ik nog niet eens genieten van het toernooi, want ik wist al in de eerste ronde Parijs moest ik tegen die en die en ik wil daar niet verliezen. Dus ja, dan zit je in een flow. Maar nu... Na mijn carrière, dan kijk ik erop terug en dan denk ik van nou, het is goed geweest. En dan zit er een stuk relaxer in je vel. Ja, precies. Je doet nu andere dingen. Laten we eens even kijken naar Rico Open, waar we hier nu zijn. Wat vind je van het toernooi? Hoe het ingevuld is dit jaar? Ja, het is een extra dimensie wat ze eraan hebben gegeven via Rico. Want het toernooi trekt natuurlijk altijd mensen die het leuk vinden om naar tennis te kijken. Je hebt ook een tweede groep mensen die zeggen van nou, we gaan eens een beetje shoppen. En het is hier een mooie omgeving, zeker met het mooie weer. Dus rustig een koffietje doen op het terrasje en je kunt mensen kijken, er lopen hier heel veel mensen. Ja. En het ding wat Rico eraan toegevoegd heeft, dat is dus de open workspace. Dus mensen komen hier gewoon werken die misschien van flexibele werkplekken hebben of thuis werken. Ja, die pakken zich op en zetten zich hier neer en kunnen ook nog eens met hun afspraak een balletje kijken. Dus, daar wordt ongelooflijk veel gebruik van gemaakt. Ja. Dat is echt iets nieuws en het geeft een derde tak. Wat vind jij van die, ik noem het maar even, en met alle respect hoor, maar van die kermis om de sport heen? Ik las ergens een artikel dat je het wel eens gebakken lucht hebt genoemd volgens mij. Maar hoe zat jij daar vroeger in? Als jij met het mes op tafel, zoals je zegt, gefocust op die sport.
hoe ervaarde jij toen die alles wat eromheen hangt aan publiciteit en aan commercie? Je bent goed voorbereid. Ik heb het inderdaad gebakken lucht genoemd. Maar ik vind gebakken lucht, vind ik, als je van het hotel naar de baan wordt gebracht in de Mercedes S-klasse of weet ik wat, in de top de crème, de crème. Dan denk ik van ja, dat vind ik gebakken lucht. Als je altijd in vijf sterren hotels zit en dat het dan de standaard wordt. Maar wat ik geen gebakken lucht vind, is de sponsoren die de evenementen dragen. Ja. En dan moet natuurlijk een win-win-win situatie hè, voor iedereen, voor de organisatie, voor de sponsor, maar ook voor de speler. Ja, en je ziet dat hier wel is. Ja, wordt mooi ingevuld hier, vind ik, absoluut. Hoe ziet jouw leven er nu uit, zeg maar? Wat doe jij al? Want je hebt best een drukke agenda, hier op Rico Open, maar wat is je formele rol? Ambassadeur. Ja, ik ben ambassadeur. Wat is dat? Ja, dus voorheen is het de ambassadeurrol heeft zich veranderd. Toen ik speler was, was het om vanuit, dus ja, ik kende natuurlijk, zag die goede spelers altijd. Hè? Pat Werfter, Leighton Hewitt, daar train je gewoon altijd mee. Dat waren destijds nummer 1 en 2 van de wereld. Hewitt, die ken je wel, ja. Ja, helaas wel, ja. Een aantal keren van verloren, ja. Maar, en op een informele manier kon ik natuurlijk voor Marcel Hunze, de toernooidirecteur, kon ik vragen van, is er een idee om mee te doen in Rosmalen? En nou, met al die informatie speelde ik door naar Marcel. Die speler kom je niet tussen, die wel. Dus dat, op die manier was dat mijn ambassadeurschap. Ja, dus je ook, netwerk aanboren ook. Ja, ook na het toernooi hoorde ik van, de handdoeken die drogen niet goed. De sanitaire voorziening of het hotel was niet goed. Nou, en dat soort dingen is alles wat ik hoorde, speelde ik weer terug naar Marcel. Dus dan had hij iemand inside bij de spelers. Nou, dat is natuurlijk niet meer de rol die vandaag neergelegd kan worden. Maar nu doe ik veel voor bijvoorbeeld Rico of voor andere grote sponsoren. Op de Kids Day kun je natuurlijk ook dingetjes doen voor de kinderen. Ja. En heb je ook in de promotie naar buiten toe een ander soort rol. Ja, een gezicht. Ja. Vind je het leuk? Ik vind het leuk, ja. Ja, ik voel me echt verbonden bij het toernooi. Het is een toernooi wat toen ik als 16-jarig mannetje hier kwam een wildcard kreeg. Dus mijn eerste ronde op de ATP Tour. En twee keer gewonnen. Eén keer in de dubbel met Paul. Ja. Dus, je bent ook ondernemer, toch? Ja. Buiten de sport om. Hoe gaat het daarmee? Ja, ik zit in de productie richting retail, ik heb een eigen merk, Shanksports. En wij vechten tegen de hele grote merken zoals Nike, Adidas, Essex. Waar haal je dat lef vandaan om dat te gaan doen? Dat is een hele gewaagde, net zoals met tennis, ik was ook niet de beste tennisser, er waren een hoop tennissers die beter waren, maar met strategie kom je een heel eind. En de strategie die wij hebben is dat we kleding maken samen met een aantal hele grote winkeliers. Die betrek ik bij het proces. En we maken kleding voor de 25-plusser. Want in het jong segment het zit Nike, Adidas, Under Armour. Die slag win je nooit. Ja. Maar bij de iets oudere consument met de pasvormen die erbij horen, dat het gewoon lekker zit. Ja. Daar houden wij goed stand. En is dat sportkleding of tenniskleding? Wij zijn begonnen als tenniskleding. Ja? Alleen de tenniskledingmarkt is relatief klein. We opereren ook alleen maar in Nederland. Dus wij hebben nu ook gewoon sportkleding. Waarmee je dus, je kunt mee naar de fitness, tennissen. Ja. Maar je kunt ook naar de golfbaan. Dus iets breder dan alleen tennis. Maar dan wel voor de 30-plussen. En even, zonder bullshit bingo, zeg maar, wat onderscheidt jou dan? Waarom moet ik Shanksports kopen in plaats van een Adidas of een Nike? Het is sowieso een keer wat anders. Dus vaak de doelgroep die heeft al 100 keer een Nike shirtje gehad. Hè? Vanaf zijn 16e, 17e. Ja. Ik denk dat we de kleding ook heel specifiek kunnen maken voor de Nederlandse markt. Dus je ziet dus dat die hele grote merken die moeten een shirtje maken wat ze in de Oekraïne en in Spanje en in Nederland verkopen. Dus dat wordt een veel minder uitgewerkt shirtje. Ja. Ja, en wij werken tot in de piekfijn, tot in de puntjes uit. Omdat wij denken dat de Nederlandse consument daar wel op zit te wachten. Hmm. En je ziet dat in de doorverkoopcijfers dat we heel goed zijn. En wat zijn de kanalen waar langs je het meest verkoopt? Is dat online? Of ook de fysieke retail? Nog steeds altijd de fysieke is de grootste omzet. En dat doe je via een aantal, via bestaande winkels, daar hangt Shanksports. Als het goed is, daar waar jij woont,
door de bussen. Ja, nou, dus in die regio hebben wij meerdere winkels. Dus, want in de sportzaken daar. In de sportzaken. Heb je nooit gedacht over eigen Schenk Sportwinkels? Ja, dan ga je toch wel weer... Staat genoeg leeg. Ja, maar dan ga je weer een andere tak van sporten. Hè? Dus schoenmaker hou je bij je leest. Ja. En wij zijn producent. Dus wij styleren, produceren en leveren het uit aan de... Aan de ja, of aan de grote webwinkels, ja, of aan de fysieke. Ja. Maar dan houdt het ook op, want anders ga je weer een stapje verder. En dat is, dat is een andere tak van sport. Wat doe je nog meer, zo gedurende een normale werkweek? Ik ben het meeste bezig met de kleding. Ja. Daarnaast ook beheren van wat onroerend goed. En daarnaast ook tijd voor de familie. Dus dat is wel. Ja, daar wil ik eigenlijk mee eindigen. Eigenlijk was staat die voorop. Ja, dus, precies. Want om daar toch even een bruggetje. Ook een beetje naar het thema, als we toch al, want ik zit hier niet ik heb niet de verplichting om een bruggetje naar Rico te maken, want daar houden zij ook niet van. Maar je hebt natuurlijk wel een thema in het zaken doen en het work-life balance en privé en werk loopt door elkaar heen. Is dat nu in balans bij jou? Dat is nu veel beter in balans dan met tennis. Ja. Met tennis, dan was dus de privé-situatie was je hotel. Want ik leefde samen met mijn vrouw in hotels. Die was dan wel bij je? Dat hebben we 3 jaar bleef zij werken in Nederland, maar dat werkt niet. Want dan heb je een relatie over de telefoon. Dus zij heeft toen is meegegaan. Nou, dan leer je elkaar heel goed kennen onder druk en onder spanning. Maar de privé- en zakelijke situatie was daar heel moeilijk uit elkaar te halen. Want dan kom je als verliezer van de baan en dan stap je in de toernooiauto naar het hotel. En dan ben je bij het hotel en dan zou dat dan in één keer privé moeten zijn. Ja, dat... Dan kun je in het zwembad gaan zitten, zo werkt ja, het. Dat, nee. En wat zijn de zwaarste opofferingsmomenten geweest als het gaat om, zeg maar, privé? Want ik kan me voorstellen dat je op een aantal momenten gewoon echt hebt moeten, alles is een keuze. Maar hebt gekozen voor die sport en waarbij jij, zeg maar, privé... Wat zijn de moeilijke leermomenten geweest waarin dat uit balans was? Nou, dat je in ieder geval je familie niet ziet. Ik ben altijd aan het reizen. Daarnaast verhuis naar Monaco. Dus dat betekent dat als ik een keer tijd had je te veel geld? Ja, of te weinig dat ik daar naartoe moest. Meestal is het een andere reden, toch? Ik ging er naartoe omdat ik daar goed kon trainen. Echt? Nee. En Max Verstappen ook zo, ja. Ja, die zitten nu ook voor een parcoursje oefenen. Ja, voor de maar zon. Dat is wel zo, het is daar goed geregeld. Hoe lang geregeld. Heb je daar gewoond? Ik heb er 10 jaar gewoond. Oké, okay. Ja. Dus als je kijkt naar nu een verschil met vroeger, is die balans nu gewoon goed en was die vroeger was lastig? Ja, want je hebt best wel dingen meegemaakt, toch? Je broertje verloren ooit, dat was al heel vroeg. Een oude broer die syndroom van Down heeft. De ouders uit elkaar, nou ik ook, tegenwoordig is dat gewoon. Maar toen in onze tijd, want ja, ik ben iets ouder, maar was het nog apart. Maar de eerste was wel het ergste natuurlijk, het verlies van mijn broertje. Hoe oud was jij toen? Toen was ik 18. En toen was ik al rond aan het reizen. Mijn broertje was 14 en kreeg leukemie en stierf een jaar later. Ja. En jij was met je carrière bezig? Tenminste, ik was met mijn carrière. Net aan het begin. Ja. Dus ik heb die verwerkingssituatie thuis ook bijna niet meer meegemaakt. Omdat ik toen speelde ik al op het... Ben je daar later mee in het reinen gekomen, zeg maar? Met jou en je broertje die er dan niet meer is. Maar hoe heb je dat een plek gegeven dan? Ja, je geeft een plek, maar dat blijft altijd vervelend. En je ziet ook dat mijn ouders daardoor uit elkaar zijn gegroeid. Die konden het verdriet natuurlijk moeilijk samen bespreken. Dus, Dus het is nog steeds lastig dan? Of wat? Ja, het is nu al denk ik al 20 jaar geleden. Dus, ja. Maar ja, het verlies van iemand in je familie blijft altijd lastig. Ja. Zeker als het zo'n jonge mensen zijn. Ja, ik moet er niet aan denken. Ja. Wat ga je deze week nog allemaal doen? Ik ga veel doen voor het toernooi, voor de sponsoren. Ik ga ook tennis kijken. Dus ik kom mijn dagen wel door hier. Dankjewel dat je nog even tijd had voor dit gesprek. Graag gedaan. Schenk Schalke, dames en heren. En kijk voor meer interviews op werktrends.nl. Namens Rico, dankjewel voor het kijken. Hoi!